Welkom terug bij Café Tinto, aflevering 419. Dan ga ik nu in gesprek met Marcel van Dam. Hij heeft al wat verteld over de periode dat hij mantelzorg gaf aan zijn moeder. En ja, wat doet dat met je als je dat 18 jaar doet? Aan het begin van de uitzending liet ik die foto zien waar jij aan het bed van je moeder zit. Ik durf hem bijna niet te laten zien, want je was er niet op voorbereid. Nee. Maar als wij hem nog een keer laten zien, zeg je van, dan kijk even de andere kant op? Nee hoor, ik bedoel, welk beeld, waar schrik ik nog van? Alleen, je wordt er door overvallen. Ja, oké, dat was het. Ja. Dus ja, terwijl dat beeld op me afkomt, ja, komen al die andere beelden die door de jaren heen zijn opgebouwd, komen ook op me af. Dus, en daar zit heel veel gevoel bij. Ja, want je moeder is nu 5 maanden geleden overleden. 5 maanden geleden overleden, 4 augustus. Ja. Ja, toen stond mijn mantelzorgwereld stil. Toch even nog de foto. Daar zit je aan het bed van je moeder. In het lijden van mijn moeder ontmoet ik God. Een hoop mensen zullen daar echt een vraag bij hebben. Van, maar hoe kan dat nou? Waarom heeft zij zoveel jaar moeten lijden? Hoe kan God dat? Heb jij die vraag zelf ook gehad? Nou ja, je gaat natuurlijk door alles heen. Dus mijn geloof heeft zich wel verdiept door de jaren heen. Ja, en de vragen zijn alleen maar meer geworden. Het mysterie van God is alleen maar groter geworden. Maar met dat mysterie kan je wel een concrete en liefdevolle relatie bouwen. Nou, en dat heb ik door de jaren heen ook proberen te doen. Ja. Als je nou terugkijkt op die 18 jaar. Want ik kan me voorstellen, je vertelde, het heeft je carrière zeg maar stopgezet. Je hebt bewust gekozen, nou, want ga je carrière, ga je daarvoor, dan vraagt het alles van je. Daar had je de tijd en de energie niet voor. Het heeft je relaties zeg maar beperkt. Hoe kijk je dan terug op die 18 jaar? Nou ja, dat is dubbel. Aan de ene kant denk je van, waarvoor heb ik het allemaal gedaan? Zoveel opgegeven, wat krijg ik er nu voor terug? En dan denk je van, nou, ik krijg er helemaal niks voor terug. Dus dat is een aanvechting. Aan de andere kant denk ik dat ik erop mag vertrouwen dat ik in mezelf een verdieping heb ontvangen die ik anders niet had ontvangen. En dat is in mezelf, in relatie met mezelf, in relatie met God en in relatie met de ander. Ja, want je had net je studie journalistiek gedaan en kort daarop krijgt je moeder een beroerte. Ja. Eigenlijk was dat een moment waarop jij een leuke baan had moeten gaan vinden, carrière had moeten gaan maken. En toen heb je gekozen voor zorg voor je moeder. Ja, die mogelijkheden heb ik ook gekregen. En toen heb ik gekozen. Ik was bij een productiebedrijf bezig, waar ze me helemaal zagen zitten als regisseur. Ik was bij een stichting werkzaam, waar ik ook verschillende documentaires had gemaakt. En eigenlijk dacht ik van, nou, dat gaat goed. Op een bepaald moment dacht ik van, nee, ik kan het niet combineren. En ik merk dat ik op de plek bij mijn moeder het verschil kan maken. Als ik daar niet ben, is daar niemand. En ik denk dat ze daarom ook zo nog zo lang heeft geleefd. Want 18 jaar in een verpleeghuis, dat is niet gemakkelijk. Nee. Je hebt 18 jaar met je moeder opgetrokken. In die 18 jaar, ze kon niet meer spreken door die beroerte. Hoe communiceerden jullie dan? Hoe had je contact? We zijn door de jaren heen blijven praten. Dus al verstond ik haar niet, dan gaf ik toch antwoord. En dan brabbelde ze. En dan zei ik bijvoorbeeld van, oh ja, was dat vandaag? Of wanneer was dat? Of voelde je je zo? Nou, dat moet rot gevoeld. Weet je wel, dus ik kon een beetje aan de toon van haar stem merken van, oké, wat probeert ze te communiceren qua emotie? Dus daar speel je dan op in. En tegelijkertijd probeer je dan, op een bepaald moment weet je haar interessegebieden. Dus dan heeft ze het bijvoorbeeld weer over een bepaalde verpleegster. Hè? En dan kwamen er af en toe wel woordjes. Hè? En ja. Die woordjes kwamen dan als geschenk. Dus ik heb daar, zeg maar, naast haar heb ik leren leven dat eigenlijk alles een geschenk is. Ja. Nou, en als je dan kijkt naar het Bijbelse wereldbeeld, dan denk ik van, nou, wij krijgen alles. Het is niet dat we ergens recht op hebben. Wij krijgen onze ademhaling. Nou, en dat, jij bent dankbaar geweest voor een enkel woordje soms. Precies. Dus het vanzelfsprekende van woorden gaat er daar vanaf. Dat wordt minder, weet je wel. Maar daardoor ontvang je al het andere wel.
En dan denk je van, wow, wat is nou eigenlijk vanzelfsprekend? Dat alles functioneert, weet je wel, tuurlijk. Dat is ook al een wonder op zich. Dus het vanzelfsprekende dat ik hier mag zitten. Of dat ik denk van, ja, ook ik heb iets gepresteerd, dus ik mag iets vertellen erover. Eigenlijk is het gewoon één grote bijna doodervaring geweest. Je hoort wel eens van mensen die zeggen van, ja, bij die bijna doodervaring, daar heb ik geleerd hoe ik het leven in een ander licht kon zien. Nou, dat heb ik dus langzamerhand meegemaakt. Ja, gedurende 18 jaar. Ja. Nou is je moeder een klein half jaar geleden overleden. Je bent heel intensief al die 18 jaar bezig geweest. Val je dan in een soort gat? Aan de ene kant wel. Qua nabijheid val ik in een gat. Want door de jaren heen heb je een soort nabijheid ontwikkeld. Waarin je zo'n verbondenheid met elkaar hebt. Dat je met een blik, dat je al weet hoe je in actie moet komen. Of hoe je moet zijn bij de ander. Want soms is het gewoon niet in actie komen, maar gewoon zijn. Met de ander en met God en met jezelf. Dus aan de ene kant val ik wel in een gat, relationeel. Maar aan de andere kant, iedereen dacht namelijk dat mijn mantelzorgwereld om mijn moeder draaide. Maar die mantelzorg was alleen maar een expressie van mijn aanbidding. Weet je wel? Dus als ik mijn moeder op het toilet zette met deze arm, wat ik 18 jaar heb gedaan, dan, want ik gebruikte dan geen tillift, dan was mijn kracht, ik heb de beste tijd van mijn leven, waarin ik het meest krachtig was, heb ik aan haar gegeven. En dan gebruik ik mijn kracht om te aanbidden. Dus uit liefde zet ik mijn moeder dan op het toilet. En dat gebeurde allemaal in de coulissen van het leven. Want niemand zag dat. Behalve mijn moeder. En die kon niet dankjewel zeggen. Dus ik heb dat hele proces, daar heb ik geleerd wat aanbidding is. Dat ik dit niet alleen uit liefde voor mijn moeder mag doen, maar uit liefde voor God. Kleine daden met grote liefde. Nou, dus met andere woorden, God staat daar nog steeds. Dus mijn moeder is weggevallen, maar het leven biedt zichzelf nog steeds aan als een grote expressie van aanbidding. Dus nou ja, dan heb je daar een loutering ontvangen. Ja, ik heb geleerd om kleine dingen, om alles dat uit liefde voor God te doen. Dus mijn relatie met God is alleen maar gegroeid. Ja, dan kan ik me voorstellen, wat je nu vertelt, hè, dat, hoe intens je daarin hebt gezeten en hoe jij je helemaal gegeven hebt daarin, dat je om je heen mensen ziet die het heel anders doen. En die wellicht ook tegen jou hebben gezegd, joh, Marcel, je bent gek. Ja, wat markeer je, joh? Dat zei mijn moeder altijd. Zei je moeder dat? Ja, van moet je niet voor jezelf gaan zorgen en dingen opbouwen. Ik zeg van ja, man, maar het gaat erom, kijk, ik ben een discipel van Christus. En ik volg hem. Dus als u er niet bent, krijg ik iemand anders. Weet je wel? Waar ik ervoor kan zijn. En misschien in mindere mate, omdat het natuurlijk niet mijn moeder is. Maar kijk, ik leef. Op een bepaald moment heb ik Christus leren kennen. Hij heeft zichzelf geopenbaard aan mij. Er gaat een proces van dieper kennen. En daarin wil je jezelf ook steeds meer geven. En kom je erachter, ik leef niet langer voor mezelf. Ik hoef niet langer voor mezelf te leven. Ik mag voor hem leven. En dat geeft onwijs veel vrijheid. Nou, en daar ben ik dus helemaal doorheen gegaan. Dus dat betekent, er komt een ruimte waar je vrij kan bewegen, waar je ook vrij lief kan hebben. Daarom zei ik ook van, ik heb het niet uit verplichting gedaan, maar uit liefde. Dus het was als het ware dat ik steeds weer gedrongen werd door Gods geest naar die plek van verwarring en pijn. En dat is een hele gekke paradox, want de liefde, de grootste liefde, drijf je naar de plek van de grootste pijn. Nou, en dat is dus een paradox waar je geloof en vertrouwen onwijs kan gaan groeien. Want je kunt het ook ontvluchten. Ja, maar dan is het denk ik toch die hechte relatie die ik door de jaren heen met Christus heb ervaren. Dat ik dacht van oké, ik heb nu iets als waarheid aangenomen en ik ga er dan helemaal voor. En dan ga ik het niet halfslachtig uitleven. Nee, ik weet dat het waarheid is, dus dan ga ik er ook voor. Dus ik heb mijn leven steeds meer ingericht rond die waarheid van de persoonlijke relatie met Christus. Ja, dus dat is wat anders dan in je vader en je moeder. Want dan zou je kunnen zeggen, ja, maar ja, het staat er hier, zwart op wit, eer je vader en moeder. Ik eer haar, dus mam, ik ben hier, ik kom zorgen. Jij zegt, ik doe het vanuit de liefde. Nou ja, het is wel mooi, want je hebt natuurlijk heel veel geestelijke disciplines. En een van de disciplines is aanbidding. En je kan werken. Maar dat doen vanuit een soort onafhankelijkheid. Omdat jij denkt dat iets goed is. En met andere woorden, het ideaal staat boven alles. Dus met het ideaal kan een soort afgod worden. Dus ik heb geleerd om vanuit mijn relatie
dingen te doen. En dat ik ook in mijn verbeelding God mag zien bewegen naar mijn moeder, Gods geest, en dat ik mag meebewegen. Nou, en als je Gods geest zo door de werkelijkheid ziet gaan en je mag daarop instappen, wow, dan wordt dit hele leven onwijs avontuur. Dus mijn dominante theologie is ook theologie van het avontuur. Want dat is ook de kern van het evangelie, denk ik. God heeft zijn comfortzone verlaten, zijn veilige patronen, en hij is het avontuur aangegaan naar ons. Dus ik mag meebewegen door mijn veilige patronen te verlaten en het avontuur aan te gaan. Heb je nu niet de neiging om even voor de veiligheid te kiezen? Zeg maar, ik heb nu even een vakantie van het avontuur. Dat nou mag, ja, kijk, het is niet een dwangmatig avontuur natuurlijk. Hè? Ja. Dus het is een soort liefdesdynamiek waar ik me steeds aan overgeef. Nou, en dan zit het avontuur natuurlijk al in de kleine dingen. Dus het hoeft niet steeds groot te zijn. Het kan al zijn dat ik hier zit of dat ik straks iemand op straat tegenkom die ik niet ken, waar ik gedag tegen zeg. Met alle vriendelijkheid die in mij is. Terwijl ik helemaal niets van zo'n persoon hoef te ontvangen. Ja. De relatie tussen jou en je moeder, is die heel erg veranderd? Want eerst was het zeg maar moeder-kind relatie. Ja. En nu kreeg je een omgekeerde relatie. Want zij had ooit jouw neus gepoetst en je billen afgeveegd. Ja. En dat keerde om. Ja. Nou, dat weigerde dus altijd door mijn billen af te vegen. Oh. Nee hoor, nee. Nee, maar, nou ja, je bent toch schoon zo te zien. Ja, je hebt dat is een aanname. Oh, dat is aanname. Maar goed, hoe heet dat? Tuurlijk, de relatie verandert, maar we werden steeds meer broeder-zuster. We leefden steeds meer voor het aangezicht van God. Het heel mooie is, want dat is ook een wijs mooie getuigenis. De EO die is nu een documentaire ook aan het maken. Die heeft het laatste half jaar gefilmd van ons. Ja. Dus dat is ook al bijzonder. Nou, dat komt in mei op televisie. Het wordt een lange documentaire, dus waarschijnlijk 50 minuten. Daar zie je dus dat zijn zulke beelden die op je afkomen. Maar ik weet eigenlijk niet meer wat ik wilde zeggen. De relatie van moeder-kind. Het ging even mis met de billen vegen. Ja, precies. Nee, dat was vrij dominant nog in me aanwezig. Dus dat je steeds meer naast elkaar staat met God in het centrum. Ja, weet je bent wel? Een soort, in die zin, broeders en zusters geworden. Precies. Ja. En ondanks haar beperkingen, halfzijdig verlamd, niet kunnen praten, laatste 3 jaar half blind, door mislukte staaroperatie, dat ook nog eens een keer. Haar laatste ook 30% zien. De laatste 3 jaar allemaal doorlichtplekken, 3, 4 doorlichtplekken. Dus ze moest bijna alleen maar op bed liggen. En dat er vanuit, zeg maar, die aanbidding en hoe we met God hebben leren leven, dat er spontaan dank u Jezus uit haar mond komt. Ja, dat is voor mij een Gods ervaring geweest. Weet, dat ondanks die beperktheid, dat er een soort loutering, een innerlijke loutering heeft plaatsgevonden, waarin ze steeds meer voor God is gaan leven. En dan komt dank u Jezus. Nou, die woorden, they blow you away. Dan word je omvergeblazen en dan denk je van wow, ik weet wat voor verhaal ze schrijft met haar leven en waar ze doorheen is gegaan. En dat dit eruit komt, die woorden zal ik nooit meer horen, denk ik, in mijn leven. Omdat de verbondenheid was zo diep en als dat dan toch komt, dat is aanbidding. Ja. Stel je nou voor dat je zelf een broertje krijgt. Ja. Wie zorgt er nou voor jou? Dat weet ik niet. Maar ik kijk, je leeft daar zo met de broosheid van het bestaan. Ik heb altijd gezegd van mam, ik wil u overgeven of ik wil u net zo lang naast u blijven. Dus ik hou van je zijn niet de mooiste woorden van mij, maar ik blijf bij. Dat zijn de mooiste woorden. En dat kan ook een zieke relatie zijn, maar uitgaande van een gezonde relatie. Dus ik ben tot het laatste toe ben ik bij haar gebleven. En ik heb ook haar moment van heen gaan mogen meemaken. Waarin ik mijn handen op haar hoofd legde en voor haar bad. En dat haar ogen braken. Dus het was allemaal intens, onwijs intens. Waar ik ook onwijze worstelingen heb, want de laatste dag heb ik onwijze worstelingen met God. Er was één grote Godverlatenheid, dat ik dacht van na 18 jaar worstelen, had ik wel ietsje meer verwacht dat u zou doen, weet je wel. En nog, het lijkt net of de medische wetenschap hier regeert en helemaal geen God, weet je wel. Zo beschrijf ik het. Ja. Nou, dus dat brengt ook onwijze worstelingen met zich mee. Maar ik heb altijd gezegd van ik wil u afleveren aan de eeuwigheid, aan de poort van de eeuwigheid of bij de Heer. Dus mijn laatste gebed was ook Heer Jezus, koning van de eeuwigheid, hier is mijn moeder. Vervul haar met uw geest, zodat uw geest haar geest draagt naar u.
Nou, dat was een gebed als een kind. Die is niet verhoord. De medische wetenschap regeerde daar en we hebben op de morfine moeten wachten die haar thuis haalt. En zo beschrijf ik het, weet je wel. Na 18 jaar worstelen had ik ietsje meer verwacht dan dat het alleen maar tussen je oren zit. Ja. Weet je wel? En tuurlijk zijn er ook heel veel andere dingen te zeggen. Wie Christus was. Kijk, geloof, hoop en liefde. Mijn geloof is blijven groeien. Vertrouwen in het karakter van Christus. Mijn liefde is gegroeid doordat ik denk van wow, wat heeft hij allemaal voor ons gedaan. Hij is in de diepte van het menselijk bestaan gekomen. En daar heeft mijn moeder hem ook ontmoet. Maar mijn hoop, mijn gespannen verwachting, die is minimaal geworden. Maar wat we hier kunnen ontvangen. Ja. En het enige wat dan blijft in de relatie met mij, of wat ik in mijn moeders leven zag, is de relatie met Christus. Maar op het laatste moment dat hij iets had kunnen doen, heeft zij het ook niet gedaan. Dus door die 18 jaar is hoop onwijs geminimaliseerd. Maar nu komt het wonder. Het hoop strekt die hoop, die zo geminimaliseerd is, die strekt zich uit naar de eeuwigheid. Dus met andere woorden, het is niet dat ik niks meer verwacht hier, maar mijn leven leef ik steeds meer in het licht van de eeuwigheid. Dus zeg maar de hoop, maar dan op het aardse gericht, dat is geslonken. Nou ja, kijk, C.S. Lewis zegt het al heel mooi, richt je hoop op de eeuwigheid en je krijgt de aarde erbij. Dus en dat is voor mij zeg maar hoe het zit, weet je wat? En in die verhouding probeer ik ook te leven. Zeg maar, het brandpunt is zo klein geworden, maar tegelijkertijd kan dat zo krachtig zijn. Want het boort een weg door iets heen wat een diepte met zich meebrengt. Nou, en dat heb ik dan mogen ervaren. Maar ja, tegelijkertijd heb ik wel mijn worstelingen nog met God. Ja. Ja. Die 18 jaar, die gaat je niet in de koude kleren zitten. Nee. En dat doet iets. En hoe nu verder? Denk je al richting toekomst? Of zeg je van nou, ik pak het leven op dit moment per dag? Nee, ik probeer trouw te zijn aan mijn roeping. Ik heb 18 jaar terug al ervaren dat ik een roeping op mijn leven had. Dat ik op een bepaalde manier in Gods koninkrijk, of hoe je het wil noemen, in zijn gemeente wil bezig zijn. En ik heb dat 18 jaar geparkeerd. Nou, nu, dus mijn hart is veranderd doordat ik er helemaal doorheen ben gegaan. Zelfs aan het einde nog, dat ik dacht van oké, ik heb nu genoeg gezegd en mijn moeder lag alleen maar te ademen. Ze was niet meer bereikbaar. Toen heb ik er toch weer gekozen om met mijn hart erin te gaan, zoals ik met 18 jaar met haar bezig ben geweest. En dat hart is dus veranderd. En ik heb echt een sterke drive, omdat ik daar ontvangen heb in mijn relatie met Christus, om discipelen te maken, weet je, om dat te delen. En dus misschien dat ik ook een stichting wil oprichten. Creatieve communicatie van het evangelie. We zijn met die documentaire bezig. Die komt in mei op televisie. Ik ben een boek aan het schrijven. De werktitel 17.000 uur naast een rolstoel. Nou, dat ben ik in eerste instantie voor mezelf aan het schrijven. Als verwerking. Maar tegelijkertijd probeer ik natuurlijk wel impact te hebben. En omdat... Voor mij is mijn roeping, denk ik, misschien heeft dat veel te maken met het evangelie verkondigen, wie Christus is, maar tegelijkertijd discipelen maken. Ja. Want ik ben daar helemaal doorheen gegaan. Je zegt dus het ware, nou hier ben ik weer. Kom op met de volgende taak. Nou ja, mijn relatie met hem heeft zich alleen maar verdiept. Ja, mooi. Dus ik leef steeds minder voor mezelf, maar voor zijn eeuwigheid en voor zijn koninkrijk. Nou ja, en dus weer die bijna doodervaring die ik naast de rolstoel en het bed van mijn moeder heb ervaren. Mooi dat je dit met ons wilde delen. De documentaire wordt in mei uitgezonden bij de Evangelische Omroep. Ja. Dat lijkt me heel spannend. Ook nou ja, het is heel kwetsbaar, want ik ben daar ook open over mijn worstelingen en over mijn verwachtingen die allemaal kapot worden geslagen. Dus we zijn wel heel erg kwetsbaar. In de laatste periode hebben ze ook een klein beetje gefilmd. Toen het wat minder ging met mijn moeder. Maar zoals de regisseur nu al zegt. Christus wordt zichtbaar door alles heen. Maar het wordt beslist geen gemakkelijk verhaal. Nee. Zo is het leven. Hè? Ja. Tot slot, Marcel. Wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Nou ja, mijn gebedspunt is dat... mensen natuurlijk Christus willen leren kennen, maar op een dieper niveau. En dat ze werkelijk het avontuur gaan zoeken met Christus. Want discipelschap is meebewegen met Christus, meebewegen met God. En dat betekent ook dat je je veilige patronen moet durven verlaten. Ja. En het avontuur met hem
durft aan te gaan. Dus je de mensen de diepte in durven gaan met hem. Ja. Mooi. Ja. Dankjewel. Yes. De andere gebedspunten die zijn genoemd. Marga den Hartog zei dat de mantelzorgers de kracht krijgen om ook voor zichzelf te zorgen. Goed voor zichzelf te zorgen. En Rut zei dat de mannen van het vierde Musketiers-event aanstaande zaterdag zullen worden geraakt in hun hart en dat dat als een olievlek zal uitbreiden. Dat zijn de onderwerpen om voor te bidden. En we willen u vragen om daar de komende dag ook tijd voor te maken in uw gebed. Ik wil jullie alle drie heel erg bedanken voor jullie bijdrage. Ik heb genoten van jullie verhalen, van de passie. En ik vond het heel inspirerend, Marcel, wat je hebt gedaan en wat je hebt verteld. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat. Stuur een mail naar cafetintel@family7.nl. En we zijn er morgen weer. Dan is hier te gast Almantine Lene over haar nieuwe boek over de rol van mannen en vrouwen in de kerk. Paul van der Niet over de nieuwste films. En Reni en Elise Krijgsman, ze komen hier wat zingen en vertellen over een worship weekend. Bedankt voor het kijken, een prettige dag en graag tot morgen. Dan zijn we er weer om 9:30.